Hallo, wij zijn Books. We zijn vier studenten, namelijk Tim, Emma, Sarah en ik. We zijn derdejaars studenten van de opleiding MBRT en momenteel volgen we de minor technologie in de zorg. En voor deze minor hebben we zelf een probleem uit ons werkveld opgezocht. En dat probleem dat ligt hier, bij de opleiding. We kunnen hier wel oefenen met echo-apparaten, met de gammacamera en met de buckykamers voor de röntgen. Maar er zijn geen CT en MRI aanwezig. Dit zijn heel dure apparaten. En school probeert het op te lossen door in het tweede jaar practica aan te bieden aan de overkant in het MMC. Maar dit hebben wij maar twee keer in het jaar gedaan. Om tweedejaarsstudenten meer te laten oefenen met het instellen van patiënten op de CT, hebben we een prototype gebouwd van een omgeving in virtual reality. In deze omgeving kan de student oefenen met het instellen van de patiënten op de CT. Deze omgeving hebben we zo gebouwd dat die zoveel mogelijk lijkt op een echte CT-kamer in het ziekenhuis. De student kan vrij rondlopen in de omgeving. Ook kan de student van alles oppakken. Er is een bedieningsruimte en een onderzoeksruimte. In de bedieningsruimte staat een bureau met een computer en een bedieningspaneel. In de onderzoeksruimte staat een CT-scanner. Het bed van de CT-scanner kan naar binnen en naar buiten en omhoog en naar beneden bewegen. Achter de CT-scanner hangt een camera. De camera is verbonden met een monitor in de bedieningsruimte, net als bij een echte CT. Ook is er een tafel met een pop. De armen, benen en het hoofd van de pop kunnen bewegen. Verder is er een kast met hulpmiddelen, zoals een kniesteun en een hoofdsteun. Om te oefenen zijn er opdrachten. Er staat een casus in de bedieningsruimte. In dit geval komt de patiënt voor een CT-scan van de hersenen. De eerste opdracht is om de patiënt in de juiste positie neer te leggen op het bed. Deze opdracht staat op een bord in de onderzoeksruimte. Het is de bedoeling dat de student de pop pakt en op het bed van de CT instelt. De student moet letten op of de patiënt met het hoofd naar de scanner of met het hoofd naar buiten moet liggen, op de buik of op de rug moet liggen en of de armen boven het hoofd of langs het lichaam moeten liggen. Als de patiënt helemaal goed ligt, gaat de groene lamp bij de opdracht branden. De tweede opdracht is om de hulpmiddelen op de goede plek te leggen. Voor deze opdracht moeten de kniesteun en de hoofdsteun gebruikt worden. De benen van de patiënt gaan automatisch omhoog als de kniesteun in de buurt komt. Als de hulpmiddelen allebei goed liggen, gaat de groene lamp bij de tweede opdracht ook branden. We zijn trots op ons prototype en wij geloven vast dat als ons prototype verder ontwikkeld wordt tot een eindproduct, het de studenten zal helpen om beter voorbereid op stage te gaan. En daarom hopen wij als Books dat de opleiding MBRT hiermee aan de slag gaat.